Hallo, mijn naam is Diana en in deze tijd is het belangrijk om bezig te zijn met mindfulness. Op zoek gaan naar innerlijke rust, vrede in jezelf. Zeg nee tegen stress. Dat is heel erg belangrijk. Zeg nee tegen stress. Ik wil jongens, Jezus Christus, waar zijn jullie nou mee bezig? Ga toch weg, man! We zijn hier aan het filmen, dat zien jullie toch? Ja, whatever! Jongen, man. Het gaat hier om innerlijke rust. Take two. En af. Hallo, mijn naam is Diana. En in deze tijd moet je bezig zijn met mindfulness. Dat is belangrijk. Op zoek gaan naar innerlijke rust. Open je hartchakra en laat die negatieve energie lekker los. Ervaart u de druk op uw werk, de stress en de ellende van het dagelijkse leven? Nou, dan hebben wij voor u een speciale oplossing. Stil nou. Speedmeditatie. U kunt het overal doen. Thuis, op kantoor of thuis op kantoor. Kom maar binnen. Ga maar lekker staan op je spot. Welkom bij de cursus Speedmeditatie. Voor mensen met tijdtekort, haast en stress. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker staan, ga niet zitten, dat kost allemaal tijd. En sluit uw ogen. Nee, wacht, houd één oog open voor eventuele binnenkomende e-mailtjes. Goed, stel u zich nu voor, u wandelt in een prachtig mooi bos. Nee, wacht, je wandelt niet, je rent, want we hebben natuurlijk haast. Dus u begint te rennen en te rennen en te rennen. En op een gegeven moment ziet u achter u dat er een man achter u aanrent met een accu-schroefboormachine. En de man die komt steeds dichterbij en dichterbij. En hij rent vlak langs u en u hoort de man gewoon roepen: ik hoop dat ik mijn accu-schroefboormachine op tijd kan terug inleveren bij de hoornbar. Nou, vooroordelen. Stop daar nou eens mee. Beoordeel een boek nooit op zijn kaft, mensen. Maar goed, u komt aan bij een prachtig vijvertje. En u wordt één met het water. En uw lichaam bestaat nu voor 100% uit water. En vijver. En u bent zeiknat. Nou goed, ik zou zeggen, trek even lekker een paar baantjes. Hè? Schoolslag, borstkrauwen, water trappelen. En hup, snel weer uit het water, afdrogen en weer verder sprinten. Goed, nou, sprint maar lekker door. Maar dan, tijdens het sprinten, komt u erachter dat toen u net één werd met het water, uw mobieltje in uw broekzak heeft laten zitten. U haalt uw mobieltje uit uw broekzak. Hij heeft geen bereik meer en de navigatie doet het ook al niet meer. Wat nu? Probeer dat nou om te draaien naar iets positiefs. Ja, maak er iets positiefs van. Niemand kan u meer bereiken. Geen nare telefoontjes meer van het werk. En u bent gewoon in de prachtige natuur. Eén met moeder aarde. Probeer daar dan nog eens eventjes van te genieten. Ja? 1, 2, 3, 4 en 5. Nou, kom maar lekker terug. Nou, dat was heerlijk, hè? Toch lekker tot rust gekomen. Nou, kom op. Chop, chop, chop. Weer aan het werk. Hup. Nou, lukt dat jullie er waren? Ja. Dag. En de deur achter u sluiten. Oh. Speedmeditatie. Voor de snelle rust. Oh, mijn naam is Diana. Take 3. Hallo, mijn naam is Diana. Nou, dan hebben we voor mij. Dan, oh, opnieuw. Ah. Aap. Oh, ik heb kramp. Dat denk ik. Rustig nou.
Even drie stemmen ga ik even uitproberen. Oh ja, ja. In deze tijd is het belangrijk om innerlijke rust te zoeken. Of, in deze tijd is het belangrijk om innerlijke rust te zoeken. Of, ja, in deze tijd is het belangrijk om innerlijke rust te zoeken. De laatste is een beetje zo. De Limburgse, dat maar doen of zo. Ja, je moet die Limburgse te kappen gezet bij haar.